Ja, vrienden. Ja, dit is Alicante hoor. Kijk hier, kijk maar. Hier. Die hebben allemaal mondkapjes op. Dus dat is hier verplicht. Dus ik ga er ook aan meedoen. Kijk hier. Mondkapje gaat op. Heel simpel. Dit gaat hem ook worden. Straks in Nederland. Ja, ja, ja. Kijk, want er komt weer een hele club aan. Die komen mij tegemoet. En ja, die weten ook niet beter. Mondkapje op. Kijk, vrienden. Ja, dit is dan het toekomstbeeld, hè. Voor Nederland, daar. Ja, met al die, die mondkapjes, ja. Mondkapjes, overal. Waar je maar kijkt. Daar zijn ze. Mondkapjes, die zijn hier. Overal. En iedereen houdt zich eraan. En waarom houdt iedereen zich eraan? Tja, want je krijgt gewoon 100 euro boete als je het niet opdoet. Dus, poep, dan doe je hem wel op. Hoppatee, ja. Ja, want er is een enorme discussie gaande natuurlijk in Nederland. Wel een mondkapje. Of geen mondkapje, wel of niet, weet ik veel. Op, af, aan, weet ik veel. Kijk, hier, hier is die discussie niet, want die hebben ze gewoon. Maar ja, en dan zeggen ze ja, er is wetenschappelijk te weinig bewijs voor dat we een mondkapje moeten gaan dragen. Ja, of ja, we kunnen het niet handhaven. Dat is het. En dat is dan de reden om het niet te doen. Maar luister even, heel België. Heeft het ding op. Frankrijk heeft het ding op. Heel Spanje heeft het ding op. Omdat ze nu wel hebben vastgesteld. Want dat hoor je de experts nu wel vertellen. Die hebben nu gezegd van ja, in het begin wisten we het niet. Maar nu wel. Dus als je het draagt, dan ja, dan kan je het niet verspreiden. En je kan het veel minder snel krijgen. Dus hey, aan twee kanten werkt het. Dus waarom zou je dat dan niet doen? Top is een groepje aan, hè? Hier, kijk, daar gaan we. Hier, iedereen heeft zo'n ding op, buiten. Ja, en verder niet geklaagd. En ik ga je wat vertellen. Het is hier op dit moment gewoon 31 graden. Tja, je hoort er niemand over. Ja, dan zegt iedereen van ja, dat zit allemaal zo ongemakkelijk, zo'n mondkapje. Ja, hè. Ja, natuurlijk zit dat niet makkelijk. Maar luister, daar gaat het hier toch niet om. Ik bedoel, het punt is, kijk, het is of die anderhalve meter, die afstand die moet je dan houden, of een mondkapje. Dat is de keus. Ja, en wat blijkt nou? Nederland wil zich dus kennelijk niet houden aan die anderhalve meter. Nee, daar hebben we dus kennelijk geen zin in. Dus dan wordt het automatisch een mondkapje. Ja, die moet je dan opzetten. Ja, en dat blijkt dus uit die hele discussie. Daar heeft Nederland ook eigenlijk geen zin in. Nou ja zeg, dus ja, dan weet ik het ook niet meer. Maar ik zou zeggen, jongens, hey, niet zeuren, mondkapje.